Aan de Veerseweg in Zanddijk is door de harde wind een boom op een huis gevallen. Medewerkers van de gemeente en een gespecialiseerd bedrijf waren uren bezig de ravage op te ruimen. Op het moment dat het gebeurde was de 91-jarige mevrouw Power Barendse thuis. Maar toch blijft ze er behoorlijk nuchter onder. Ik zat hier binnen. Ik was die bloemen aan het drinken heen. Maar niet dat ik nu zo verschrokken. Ik dacht ook, er komt een tak naar beneden. Ja, dat was eens meer. Maar ja, die bomen van de Veerseweg, die zijn toch op de duur weg moeten. Want dat is toch gevaarlijk. En ook haar man heeft het niet zo op de bomen aan de Veerseweg. Volgens hem is de schade dan ook te wijten aan de gemeente. Deze week was de waterleiding stuk en daar hebben ze zeer waarschijnlijk enkele wortels te veel weggehaald. Maar de boom uit binnen betrekkelijk weinig schade gedaan.